Het altijd leuk als je iets zelf hebt kunnen meemaken. Dan kunt je die trots ook echt zelf ervaren. Ik ben het er eigenlijk niet volledig mee eens. Dat kan zo zijn bij u, maar eigenlijk is het niet de bedoeling dat jij niet naar mij luistert. Mm, schandalig. Dat is schrijnend om te zien dat je in onze hoofdstad Brussel, die nogthans officieel tweetalig is, nog niet eens zeker voor zo'n kwestie in het Nederlands geholpen kunt worden. Vcast is de podcast van V-News. Deze podcast kent dus taboes nog politieke correctheid. Wel bespreken we de echte feiten, ongefilterd en met interessante en spraakmakende gasten. We zeggen luid op wat u denkt en nodigen uit wie de systeempers weert. Goedendag en welkom bij VK's, de podcast van Venus. En naast mij zit Robin Gouy, onze redactiechef. Ik ben Joost Najaert, de hoofdredacteur van Venus. En bij ons zit de letterlijke postergirl van het Vlaams Belang. Maar het is niet alleen een verschijning, er kruipt ook heel wat inhoud erachter. En ze is ook meteen de jongste verkozenen van het land. Vlaams parlement zit nu voor het Vlaams Belang. Welkom, Mercina Klaas. Dankjewel. Mercina, ook van mij en ga hartelijk welkom. We gaan meteen beginnen met onze eerste ronde. Het is een beetje luchtig dat ze ijsbreken. Ijsbreker, welke mens zit hier voor ons? Mocht jij zo vriendelijk willen zijn, dan mag jij een, een vraagje trekken, um, deze voorlezen okay. en natuurlijk ook beantwoorden. Um, is het mogelijk om compleet selfmade te zijn? Um, ik denk het niet. Ik ben van mening dat je gevormd wordt door je omgeving. Als mm -hmm. dus je stimulus krijgt van je omgeving, van je vrienden, van je familie, maak dat tot wie je bent. Ik uh, ben bijvoorbeeld heel assertief. En dat is uh, ook dankzij mijn broer. Ik heb een broer van 9 jaar ouder. Ah, ja. Ja, dat is een beetje uh, vechten. Uh, ja. Iemand van 9 jaar ouder is moeilijk om tegen te vechten. Ja. Uh, Bekvechten, zowel <laughs> fysiek als uh, verbaal. Maar uh, op die manier ben ik wel veel assertiever geworden dan als ik uh, mijn broer niet gehad zou hebben. Ik ben het er eigenlijk niet volledig mee eens dat iemand niet self-made kan zijn. Ik ben het er wel mee eens dat iedereen in grote mate een product is van zijn of haar omgeving. Uh, dat ga ik zeker niet afstrijden. Maar mensen hebben ook wel, toch voor een groot deel, controle over hun eigen omgeving. Mensen hebben controle over met wie ze omgaan. Dat begint al op jonge leeftijd. Uh, ik heb bijvoorbeeld een, uh, een verhaal, om nu hier iets anekdotisch te zeggen, wat dat in feite geen argument is, van uh, iemand in mijn de familie van mijn vriendin. Uh, die mens die was uh, weeskind. Die is op zijn 18 uit het weeshuis gegaan, zonder iets of iemand. En uh, hij is beginnen werken. Ik ben een slager als ik me niet vergis, ik ben een beenhouwer. En hij heeft zich volledig opgewerkt. Hij heeft nu al talloze eigen bedrijven gesticht. Dus uh, dat is in mijn ogen 100% een uh, self-made man, om het zo te zeggen. Ja, daar ben ik het ook wel mee eens. In de zin van, je kiest nog altijd met wie je daar omgaat, natuurlijk. Um, maar dan is het ook... Uh, je zelfbewustzijn is heel belangrijk, maar veel mensen... Uh, het is moeilijk om jezelf van alles bewust te geraken. Veel mensen hebben dat niet. Um, en bijvoorbeeld, uh, ik ben jeugdprofessional. Bij ons is het heel vaak de taak om een beetje... Uh, zel, welle, het zelfbewustzijn van die jongeren te worden. Je lijkt een beetje Pinocchio, heeft ook uh, het krekeltje Japie. Dat is je zelfbewustzijn is Moeilijk om tot dat uh, geheel te komen, en daarmee dat uw omgeving vaak heel veel invloed heeft. Pas als je mm. bewust wordt van oké, okay, ik kan hier uitstappen of ik kan er zelf iets van worden, allee, zelf iets van gaan maken, dan denk ik wel dat je alleen wel kunt zeggen dat je slim bent. En je er zit een ideologisch verschil in, ook natuurlijk. Een mm -hmm. socialist gaat zeggen dat er eigenlijk alleen maar het collectief is, en een uh, liberaal gaat zeggen ja, er is het individu en die is volledig geheel verantwoordelijk voor al zijn daden en dus ook zijn succes of zijn, zijn falen. Als je gaat zeggen: Ja, er zijn individuen en er zijn ook gemeenschappen, en het individu is geëmbed in die gemeenschap en die gemeenschap kan kansen geven en zo maken sterke individuen een sterke gemeenschap. Dus ja, bijvoorbeeld om je anekdote ja. op te halen, dat gaat ongetwijfeld een sterke individu zijn, maar omdat als een maatschappij ergens ook voor opvang zorgt, bijvoorbeeld voor, voor weeskinderen, gaat dat dan altijd beter uit zijn gekomen dan bijvoorbeeld in Somalië of, of... Tuurlijk, tuurlijk, Allee, ik tuurlijk. Ik een beetje op vast. Nee, nee, maar nee, je hebt het uh, fundamenteel, hebt je volledig gelijk. Hoe? Allee, een minder luchtige opener, denk ik, maar wel, uh, wel leuk. Bah, um, Pinocchio werd vermeld, hè. Een voilà. <laughs> ja, heel mooi, uh, mooi verhaal. Um, nee, het, het eerste gedeelte, van het inhoudelijke gedeelte tenminste, van de podcast is de keelgrijper. Keelgrijper, welke gebeurtenis bleef u bij deze week? Wat heeft jou deze week of afgelopen weken naar de keel gegrepen? VRT Nieuws. Er was een vrouw um, in een Brusselse die Nederlandstalig was, die is aan de kracht geweest. Ze heeft haar uh, moeite bijeen kunnen rapen om naar een zorgcentrum naar seksueel geweld te gaan. En ze kon daar niet in het Nederlands geholpen worden. Ze kon in Frans of in het Portugees geholpen worden. Maar ja, dat is schrijnend om te zien dat je in onze hoofdstad Brussel, die nogthans officieel tweetalig is, nog niet is zeker voor zo'n kwestie, in het Nederlands geholpen kunt worden. Ja, het, het was van Kafkaes. Ik heb dat verhaal ook um, gelezen. Dus als mm -hmm. ik me goed herinner, kon het dezelfde dag in het Frans of Portugees inderdaad ja. En als ze dan nog een dag wachten, dan kon in het, in het in het Engels zelfs dus niet in, in het Nederlands. Um, alleen, van, uh, het is eigenlijk totaal ook niet grappig natuurlijk, omdat er ook forensische dingen bij komen te kijken. Hè. Hoe langer dat je wacht, hoe meer kans dat, uh, dat bewijs... Ja, Weg is, we, terwijl we, we monden zijn het uh -huh. genezen ja. en, en, en personen douchen wel, um, denk ik, graag na zo'n traumatisch um, incident. En ja, sommige mensen kunnen dan ook door het traumatische gegeven misschien de dag later niet meer opnieuw naar zo'n zorgcentrum kunnen gaan en zo. Maar goed, um, allee, dus, uh, ik denk dat veel mensen erdoor um, geschokt waren en zo. Maar, je hebt dat thema van seksueel geweld ook wel ter harte genomen. Hè. In april was er de NSV-betoging. Um, je had daar een plakkaat, ik heb het nu niet, niet bij, je <laughs> hebt het wellicht ook niet mee. Of, uh, <laughs> nee, of, nee, of, nee. Maar er stond op: uh, Buitenlandse Verkrachters Buiten. Wat, Goed, dat is een heel duidelijke betekenis, maar waarom stond je daar eigenlijk met dat rapport? Is er een probleem met buitenlandse verkrachters? Ja, het stond eigenlijk voort uit de protestactie die ook in Frankrijk plaatsvond bij twee uh, Frans-nationalistische activistes die uh, ook een bord omhoog hielden met violeur étranger door buitenlandse verkrachters buiten. En zij zijn daarvoor opgepakt geweest. Dus langs de ene kant was het om in het bij te staan, maar langs de andere kant, het bevat ook een bron van waarheid. Want we zitten momenteel met het gegeven dat onze gevangenissen overbevolkt zijn. 43 van de gevangenissen zijn van buitenlandse origine. En een derde van de, gevangenissen, van de gevangenen, beter gezegd, um, die zijn dan nog eens illegaal in dit land. Ik vind het dan niet meer dan normaal om te zeggen dat verkrachters van buitenlandse afkomst een straf in land van herkomst zouden uitzetten. Ja, natuurlijk niet meer dan logisch. Natuurlijk is er is ook een beetje een vertekend beeld van die gevangenissen, want de cijfers die je zegt kloppen volledig. Maar er wordt dan ook geen, uh, geen rekening gehouden met mensen met een, een tweede nationaliteit. Want bij de Belgen die dan in de gevangenis zitten, zijn er ook evengoed Marokkaanse Belgen of Somalische Belgen, of, of weet ik veel wat voor, Belgen. Of mensen met een enkel in nationaliteit die wel een migratie hebben. Ja, tevinden. voilà, inderdaad. Mm -hmm. uh, ik, ik weet niet meer welke strafpleiter het was, maar uh, was het Marie? Ik nee. zou het durven zeggen, maar ik durf het niet meer 100% nee, ja, zekerheid te ja. zeggen. Ja, kijk, nou, uh, en die dat zei zelf dat, uh, dat 70 tot 80% eigenlijk ja. een uh, migratieachtergrond op zijn minst zou hebben. Dus dat is wel waanzinnig, natuurlijk. Hè. En bovendien ook, als we gewoon kijken naar het, naar het nieuws. In mei waren er nog een, in Kortrijk onder andere die groepsverkrachtingen. Ja, om het uh, met de woorden van een, uh, een andere jonge verkozenen van het Vlaams Belang te zeggen. Ja, dat waren de Staten-Moinmetjes mm -hmm. ook, hè. Dat is ook zo. Dat is de realiteit. En ook frappant natuurlijk dat die studenten in Frankrijk, dat ze daarvoor opgenomen worden, terwijl zij die de misdaden begaan, ja, die zei. blijven veelal gewoon op vrije voeten. Ik ga toch even uh, advocaat van de linkse duivel um, spelen. Dus ja, je bord stelde buitenlandse verkrachters buiten, wil je nou zeggen dat het zo lang blind is voor de problematiek van binnenlandse verkrachters, want er zijn ook heel veel autochtone verkrachters, laten we mm -hmm. dat maar ook duidelijk zeggen. Heel veel zedenfeiten gebeuren trouwens binnen de familiale kring, mm -hmm. de meeste zelfs. Zeker. Dus ja, dat zijn autochtonen helemaal niet onschuldig. Over wat wil het Vlaams Bank daaraan doen als ze daar niet blind voor is als partij? Uh, daarvoor willen we zeker strenger straffen en ook die straffen straf effectief worden uitgezeten. Want vandaag is het zo, ah ja, bij goed gedrag raak ik wel vroeger vrij. En is... Ik kan mijn beeld dat als slachtoffer echt verschrikkelijk moet zijn. Dat je oké, okay, de dader wordt opgesloten. Je zet even zoiets van: Huh, oh, oké, okay, ben er vanaf. En dan, op een gegeven moment, wordt hij ineens terug vrijgelaten. Of gehoord dat dat eraan komt. Ja, dan allee, dat kan dat een heel benauwend gevoel geven, volgens mij. Dat ik zo, dat je zoiets heb ja. van. De graaf van is de is en ook enorm hoog. Met, met, um, met Julie van Espen. Um, ja, we hebben het er um, een paar weken geleden ook over gehad. Ja. Gaat, zeker. Klopt, ja. Steve Bakelman, uh, dat zijn volledige naam, is, ja, is een autochtone man, maar die was, uh, die was eerder al veroordeeld, natuurlijk, voor zerefeit en ook voor verkrachting. En dan omwille van een langgerekte beroepsprocedure kon hij ja. op vrije voeten blijven. Dus ja, hoeveel vrouwen zijn er niet slachtoffer door ons traag justitiesysteem? Uh? Ja, het is daar mee bij trouw van hetzelfde. Als je dat helemaal gaat lezen, ja. dan ziet je ook dat Anne en Eefje bijvoorbeeld niet de eerste waren, hè? Mm. dat dat al verder voor was. Zeker. Ik ga nog even terugfietsen naar, uh, naar de taalwetgeving, specifiek ook in Brussel. Want natuurlijk, in eerste instantie is het gewoon schandalig dat iemand in, in de Hoofdstad van Vlaanderen niet geholpen kan worden in het Nederlands. Maar Brussel is uh, ja, dat is een overheidsdienst, ook voor als zij bij terechtkomt. Die zijn toch verplicht? Tweetalig. <laughs> ja, dat is ook zo, allee, Er zou ook een, een quota moeten zijn: er zijn evenveel Nederlandstaligen als frans zijn. Zeker in zo'n uh, gevoelige instantie. Maar langs de andere kant moet ook um, de vice-gouverneur van Brussel ook gewoon meer toezicht moeten krijgen op wie er wordt aangeworven, enerzijds. En aanwervingen die onwettig zijn, zou die nietig moeten kunnen verklaren. Dat is er veel meer controle en kan zoiets niet voorvallen. Mm -hmm. Ja. ja. Um, ik denk dat Barbara Pass daar um, ook al heel veel um, mee is bezig geweest, want die, allee, die taalproblematiek, zo wordt het natuurlijk zeer visceraal als het gaat over um, eerste hulp na, na verkrachting, maar het, allee, het gaat um, van de kleinste dingen tot de grootste dingen, hè, loketdiensten en tot, uh, tot justitie. Ja, policie ja, die en die apparaat. maar Rijkendelen heeft daar ook ja, al uh, ja, veel ja, over tussengekomen komen recentelijk. Dat uh, ja, schandalig. Zullen we misschien eens overgaan naar het volgende inhoudelijke gedeeltje. Dat is onze drijfveer. Drijfveer. Waarom, waarom, waarom? Waarom, waarom? waarom jouw sociale focus. Want jij studeert ook sociaal werk waarschijnlijk en beleid. En beleid. <laughs> um, Ik ben al voordat ik begon te studeren um, geïnteresseerd geweest, in de, allee, was ik al geïnteresseerd in de politiek, maar het is extra aangewakkerd geweest tijdens bijvoorbeeld mijn stages. Ik heb stage gedaan in een lagere school, ook heel bewust voor een school gekozen waarin dat veel um, anderzijdelijke kinderen zaten. Ik moest dan als zorgleerkracht samen met mijn Collegazorgleerkracht, de turnleerkracht en dan nog de leerkracht zelf, de Anderstaligen uh, ondersteunen. Maar je ziet ook dat dat dan bijvoorbeeld niet werkt. En ik vind het heel belangrijk. Uh, ik ben degene die op tafel slaat om te zeggen van je moet de taal kennen, je moet onze waarden en normen leren. En ik heb dan zoiets van ja, wie ben ik om nu op de tafel te slaan zonder het zelf te doen? Dus vandaar dan die keuze um, om in een lagere school te gaan, waar er veel anderstaligen waren, om dan zo effectief met die kinderen aan de slag te kunnen gaan, om niet te zeggen van ja, als er ruzie is, hoe doe je het tegen je leerkracht? Er waren jongens um, in het eerste leerjaar, die zeiden van ik luister niet naar u omdat je een vrouw bent, ja, die gaan van thuis niet meekrijgen. Um, dus dan is het mijn taak, allee, of was het mijn taak als zorgleerkracht, om daarmee aan de slag te gaan te zeggen van, ja, kijk, dat kan zo zijn bij u, maar eigenlijk is het niet de bedoeling dat hij niet naar mij luistert. Mm. Specifiek ook nog eens over, over het sociale aspect dan binnen de Vlaamse beweging. Uh, het Vlaams Belang en ook andere organisaties binnen de Vlaamse beweging als geheel. Die noemen de Vlaamse strijd ook wel een, een sociale strijd. In veel gevallen zelfs uh, de, de PVDA-professor van, uh, van Gent. Ik ben zijn naam even kwijt, een geschiedenisprofessor. Um, wat maakt niet uit. Ah ja, duw mannen. Duw mannen, ja, ja, doe maar. inderdaad. Ja, natuurlijk. Hij zegt dat ook, dat uh, 1302. Hij, hij, hij noemt dat dan een, een maar Terug naar het heden, de Vlaamse strijd. Vind jij dat dan een sociale strijd? Want ja, zeker. Want ja, allee, zoals je al zei, waarden en normen. Heel belangrijk. Uw taal is heel belangrijk. Als je naar dat aspect gaat kijken, dat is ook al heel sociaal. Hè? Maar langs de andere mm -hmm. kant, sociaal is heel breed. Dat kan gaan van uh, de sociale woningen tot ook gewoon onze jeugdzorg. Als je, allee, we zeggen heel vaak, de jeugd is de toekomst. Maar als we zien dat het uh, niet zo goed gaat met onze jeugd, ja, dan moeten we daar ook Um, onze jeugd weer weerbaarder maken. Dus in die zin is de Vlaamse strijd ook een sociale strijd. Mm -hmm. Je hebt de jeugd nodig om je toekomst te maken, en onze jeugd moet net iets weerbaarder worden. Nee, ja, denk in de geschiedenis van de emancipatiestrijd van, uh, van de Vlamingen. Je hebt in 1302, maar iets recenter. Ja. Denk uh, dat, dat in de 19e eeuw, waarbij dat, uh, de Belgische bourgeoisie van Stalig was en de arbeiders... Uh, ja, precies, en dan later. De mijnsluitingen en zo worden bij de Vlamingen toch wel uh, disproportioneel zijn geraakt. Maar uh, als ik mag, uh, na, in plaats van over geschiedenis uh, te zeveren, uh, kunnen u <laughs> misschien wel focussen op, uh, op dat sociaal werk. Want ik heb um, jouw campagne heel klein beetje gevolgd en dan kreeg je ook vaak kritiek van buitenstaanders. Die zeiden: ja, hoe kan zij nu sociaal werk studeren en tegelijkertijd um, voor het Vlaams Lang militeren? En je hebt daar net al misschien iets van aangeraakt: van ja, um, als je. Opmerkingen hebt over een bepaald maatschappelijk probleem, dan moet je er ook mee durven in contact te staan. Dus hoe, hoe, hoe ziet dat eigenlijk? Zie jij dat als een, als een soort van Complementair gegeven, of vloekt dat ook volgens jou? Heb je het er ook moeilijk mee? De meeste mensen die zulke opmerkingen maken, doen dat ook puur vanuit onwetendheid en ook vanuit leugens die gemaakt worden door andere partijen. Bijvoorbeeld, eh, we zien in onze opleiding over racisme of over LGBTQ, maar het Vlaams Belang is niet racistisch. Voor ons zijn LGBTQ-rechten of rechten verworven rechten. Um, dus van daaruit. Botsen dat sowieso niet? Want dat is meestal het argument dat ik krijg. Maar het Vlaams Belang is ook een partij die kritisch kijkt naar onze samenleving en naar het beleid. En dat is ook een competentie die je nodig hebt als sociaal werker of als jeugdprofessional. zijn. Dus eigenlijk is dat perfect compatibel. Mm -hmm. Mag ik eens advocaat van de rechtse duivel eh, spelen? Dus, uh, <laughs> ja, het Vlaams Belang ziet dan geen, uh, geen huiskleur. Ik denk dat dat iets moreel uh, positief is. Maar omgekeerd is er geen probleem rond. Hoe dat wij hier in België sociaal werk organiseren, hoe dat we onze sociale zekerheid organiseren enerzijds, en anderzijds het probleem rond multicultureel gebrek, uh, gebrek aan integratie, waarbij dat sociale zekerheid te veel hangmat speelt, waardoor dat sociale zekerheid natuurlijk ook als magneet um, fungeert met betrekking tot allerlei migratiestromen, waardoor dat probleem altijd maar groter en groter wordt, Moet Sociaal werk en, en natuurlijk, allez, ik zal het allemaal breder trekken, ons sociaal beleid, want dat studeren we dus ook, <laughs> toch ook, is dus duidelijk. Moet dat anders aangepakt worden om beter om te gaan met onze multiculturele uitdaging? Ik vind dat een best moeilijke vraag, want je wilt natuurlijk mensen gaan activeren. Je wilt naar een actieve welvaartsstaat waarin dat je hangmat, je trampoline eigenlijk gaat worden, ja. um, maar. Je moet daar ook een afweging in maken. Je moet die mensen kunnen activeren vanuit uh, het administratieve. En vanuit echt je sociaal zekerheidsstelsel gaan aanpassen. Bijvoorbeeld dat je, um, um, hoe heet het nu? Als je werkloosheid of de dat die afzwakt na een tijd. Maar als sociaal werker moet je wel anders ingesteld zijn, volgens mij. Je gaat niet degene zijn die effectief met de stok gaat moeten slaan. Maar daar gaat je echt met de wortel moeten werken, zoals ze dat wel zeggen. Je gaat die mensen moeten motiveren. Want stel iemand uh, de, het bedrijf gaat failliet, die moet opnieuw uh, gaan werken. Je moet die mensen gaan motiveren. Als sociaal werker moet je dan wel eerder uh, met de wortel zijn, uh, voor die mens lopen, zoals ik het mag zeggen. Maar uw beleid moet wel anders. Dus, en ik denk dat het daar vaak misgaat, dat mensen. Te vaak kijken naar hoe moet ik als sociaal werker werken. Ah ja, dat moet heel goed allez, daarop aansluiten bij het beleid. Als je snapt wat ik bedoel. Mm -hmm. Je moet eigenlijk een combinatie van de twee maken. Ja. Het zijn natuurlijk ook veel sociale thema's die op Vlaams niveau zitten. Op, op het, de, binnen de Vlaamse bevoegdheden. Je hebt wonen. Heb je uh, werk, de VDAB natuurlijk? Zijn dat zaken waarop dat je, je heel graag zou toespitsen op het Vlaams parlement? Ik zou me heel graag willen toespitsen op uh, jeugd natuurlijk. Uh, maar inderdaad ook alles wat sociaal is. Ik ben, nog vrij, ik ben er heel flexibel in, omdat dat zo breed is. Ik kan mij overal wel een beetje in thuis vinden. Dus het is een beetje afwachten. Um, met wat Chris beslist. <laughs> dat kan gaan van jeugdrecht natuurlijk ook, want dat is ook een Vlaamse bevoegdheid. Um, tot ja. Ook echt de wachtlijsten in de jeugdzorg. Mm -hmm. Maar het interesseert me eigenlijk allemaal evenveel. En eens als ik ermee bezig ben, ja, dan rol ik daar toch helemaal in. Dus, dus move over Philippe Brusselmans. <laughs> ik denk wel dat Philippe het wil afstaan voor mij. Bon, <laughs> wow, commissie Cultuur, hopla. <laughs> Zou dat toch bezig zijn? Um, misschien uh, nog, nog een laatste vraagje voor de publieksvragen. Um, sociaal beleid enerzijds en, en sociaal werk anderzijds, je mag dat onderschatten. Is het een beetje zoals Tom altijd zegt van uh, va zang, het vanaf hij opvangkinder dus het vanaf het vecht tegen het systeem, maar mik nooit op personen. Met andere woorden, en ik ben het wat abstract aan het vertellen, maar met andere woorden, je kan met sociaal werk op individueel niveau als goede mens een andere goede mens proberen helpen en dan bijvoorbeeld aan een job helpen etcetera. En dan het sociaal beleid dat collectiever is, dat meer op uh, responsabilisering moet, uh, moet inzetten en natuurlijk de maatschappij moet laten draaien. Is het wel in die richting dat we daar naar moeten kijken? Of? Um, ja, je gaat er altijd wel mensen tegen hebben. Allee, het kan, met dat je dan inderdaad met en de wortel en de stok gaat werken, om het simplistisch uit te leggen, gaat het dan en toe ook wel botsen. En ik denk dat je daar vooral moet gaan kijken van wat zijn die pijnpunten um, en Vooral met die sociaalwerkers zelf gaan babbelen. En wat dat heel belangrijk is: je hebt het gegeven van evidence-based practice en practice-based practice. Ik vind dat heel belangrijk dat er een combinatie van die twee is altijd. Mm -hmm. Oké, okay. fair antwoord. Goed dat er nog iemand in het parlement komt die gestudeerd heeft. <laughs> Right. En, dus, ja. sorry, zeg maar Robert. Ik, ik ging nou vragen of dat we gingen naar het publieksvragen, of dat jij nog iets uh, wou toevoegen. En wel, nee, nee, ik vind dat een, een goed idee. Uh, Tenzij dat jij nog graag iets uh, wil. <laughs> Best luisteren, je wil jullie nog iets toevoegen? Nee. Het is um, niet live. De, de laatste, um, het laatste deeltje is de publiekstrekker. Publiekstrekker, drie vragen van het publiek voor onze gast. En dan um, hebben we wat vragen verzameld. Via sociale media mm -hmm. voor jou. En de eerste um, is Hayden. Um, of Hayden. Of Hayden, ja, ja. Maar ik denk dat de naam een, een jeugdig iemand um, zal suggereren. Hij vraagt... Waarom is het van zang tegen de legalisering van wiet? Zou er niet minder criminaliteit zijn vanwege coffeeshops? Oh, ik denk niet dat er minder criminaliteit zal zijn. En We moeten daarvoor ook naar Nederland gaan kijken. Dat, is, allee, dat zorgt ook gewoon voor andere criminaliteit. En langs de andere kant. Ja, als je het gaat legaliseren, wordt het laagdrempeliger om eraan te geraken. En allee, ik zou vandaag de dag niet aan wiet kunnen geraken. Ik zou enorm hard mijn best moeten doen. En als dat van morgen wordt gelegaliseerd, ik kan mij inbeelden dat de jongeren, waar, eh, de jongeren waarmee ik gewerkt heb, dat die daar op mee zullen beginnen, zonder daar echt effectief over na te denken. En ja, maar daar wordt een leeftijd opgeplakt, zodat de mensen er niet aan geraken. Ja, vandaag de dag kunnen uh, jongeren die geen 18 of geen 16 zijn, ook aan vapes geraken. En alcohol geraken. Dus waarom zouden zij dan niet aan wiet geraken? Ja, oh, oké. Okay. Nou, ik, ik denk dat we het een paar weken geleden in de, in de podcast er ook over hebben gehad. Maar dat is een beetje een vals um, argument. Je gaat criminaliteit tegenhouden door het de decriminaliseren. Ja. maar ja, ja maar, natuurlijk, is ja. Weg. Goed, ja, als je bepaald problematisch gebruik legaliseert, dan is het per definitie niet meer crimineel natuurlijk, maar, ja. Nee, ja, als Het is gelijk het migratiepact van de EU. Hè. Ja, vooral inderdaad. Ja, ja we ja. gaan de probleem oplossen door een boel he, te legaliseren. Er zijn ja. geen uh, illegale migranten die meer wat Kijk We misschien hebben misschien nieuwe niet. legale wegen gecreëerd <laughs> en er komen nog al altijd evenveel mensen binnen. Ja, we zijn er nu mee aan het lachen. Maar als maatschappij beslis je het op, een aantal, op basis van een aantal morele onderscheiden van ja, kijk, dit willen we gaan omdat het schadelijk is, of dat het schadelijk is voor de gebruiker, of schadelijk voor de, voor de maatschappij. En we verbinden het daarom. Maar dus ja, die problematiek is dus niet magisch opgelost door ineens te zeggen, vanaf morgen mag het. Beste voorbeeld, ja. Nederlandse drugsoorlog, die begint ondertussen ook al serieus door te woeden in, in Antwerpen. Zijn er uh, rivaliserende kampen, territoria die mm. afgebaakt worden? En oké, okay, ja, je zit inderdaad in Nederland met de koffieshops. wijft heeft het geholpen aan de criminaliteit? Niks. Oh, nee, nee, nee. Dus je scheurt ja. het probleem gewoon op. hè? Ja, voilà, voilà. Het wordt dan ook zo'n hellend vak natuurlijk. Want allee, nu is er een, vraag, een vraagstuk rond legalisering van wiet. En dan is zijn bezig. Of ja, hoe zouden we zouden die cocaïne moeten legaliseren? Om een dure Antwerpen, hè? Ja. <laughs> nee, uh, goed. Uh, Oké, okay. een tweede vraagje die komt van uh, Ruben. En Ruben vraagt welk boek zou je iedereen aanraden om te lezen? En waarom is het Starship Troopers? Of Pinocchio? <laughs> nee, um, de, het was eigenlijk het eerste deel van de vraag. <laughs> om eens een luchtig een luchtig boek is het niet, maar uh, het is uh, geen ware gebeurd verhaal, het is niks uh, om echt bij te leren, maar wel een heel spannend verhaal is Verity. Ik heb het al ooit proberen uit te leggen tijdens een boekenclub van NSV, dus ik ga het proberen om dit keer beter te doen dan toen, want toen hebben we een heel bord erbij moeten halen omdat ik het zo slecht had uitgelegd. We hebben hier geen bord. <laughs> maar het gaat dus over een schrijfster um, die Shop moet overnemen van een andere schrijfster. En zij ontdekt daar dan dat er een, bio, uh, een biografie is, om wat ze allemaal in haar leven heeft gedaan. Het zijn dan heel ernstige gebeurtenissen. Ze komt er dan allemaal achter. Super spannend, het was echt zo'n boek dat je, als je eruit hebt, dat je naast je legt en dan je denkt: Hoe. wie is de auteur? Um, Colleen Hoover. Meestal um, schrijft hij veel romans, maar ik ben zelf mm -hmm. niet voor het romantype. Ik ben echt van het thriller -type, als het dan gaat om uh, boeken voor ontspanning. Dus um, dat is zeker een aanrader, want als ik er nu gewoon nog maar aan terugdenk. Ja, Verity is, echt... is um, een ander woord voor waarheid, toch hè, in het Engels? Ja, het is ook de naam van de schrijfster. Oh, ja. Dus okay. je hebt de ene schrijfster die. Allee, Verity is dan de schrijfster met de biografie. Die ligt aan een in coma in dat huis dan ook nog. En dan. Uh, ja. Hij heeft gruwelijke dingen gedaan en dan op het laatste is er nog een gigantische plotwist. Dus, maar ik ga het niet uitleggen, want het, uh, het is wel de moeite Geest waard om te, om te lezen. Je hebt hier nog een vraag? Ik denk uh, evenzeer van een generatiegenoot. Hij heet uh, Luca, of zij heet Luca. Uh, gebeurtenis in de geschiedenis waar je het meeste trots op bent als Vlaming? Ja. Vraag ik. Je kunt daar echt uh, ver in het verleden in graven, natuurlijk. Maar. Uh, het is altijd leuk als je iets zelf hebt kunnen meemaken. Dan kun je die trots ook echt zelf ervaren. En ik denk dat we als partij wel heel trots mogen zijn op gewoon de afgelopen verkiezingen. We hebben heel hard campagne gevoerd. Um, als ik gewoon kijk binnen Limburg zelf. Ja, topploeg. En ik denk dat wij trots mogen zijn op het resultaat. Het is misschien niet wat we gehoopt hadden allemaal. Maar we zijn wel in alle opzichten gestegen. En ja, ik denk dat dat... Daar ben ik zo zelf trots op, dat je dat zelf ook echt hebt kunnen ervaren, je kunnen meemaken, van A tot Z. Dat dus, came een long ja. way natuurlijk, het Vlaanderen. zo lang. Sorry. En, en ja. allez, jij de afgelopen maanden of, of, of jaar, Tom van Grieken is natuurlijk al eventjes aan het timmeren mm -hmm. aan dat schip, tien jaar als voorzitter, maar ook nog langer als, als medewerker, als militant van de partij. In 2012 was CVBE voorzitter geworden, denk ik. Dat mm -hmm. de partij van toen kijkt in 2014 met 5,6% um, bijna Kiesdrempel. nu uh, ja miljoen ja. stemmen uh, op Europees um, vlak, nog nooit zoveel stemmen gehaald, want in 2000, het wordt vaak verleken met, um, met 2004. En in 2004 had je natuurlijk minder bevolking, dus we ja. hebben uh, nu meer stemmen, De um, vlaamsang heeft nu meer stemmen. Dus, uh, meer stemmen dan ooit. Zeker, en ik denk dat in 2004, dat was net met de veroordeling van het Vlaams Blok ja, natuurlijk, ja, ja. En ik denk dat dan uh, ook vooral de proteststem uh, zal meegespeeld hebben van mensen die, die het gewoon waanzinnig oh, van een partij, uh, veroordeeld werd. Maar nu, het wordt nog altijd vaak gezegd he, dat, dat de Vlaams Belangkiezer een proteststemmer is. Allee, dat is toch wat de tegenstanders van mm -hmm. maken. Maar onderzoek wijst natuurlijk net ja, tegenovergesteld precies. uit. Vlaams ja. Belangkiezer is het beste geïnformeerd over het Vlaams Belangprogramma. Dus dat zijn geen voetstemmers, hè? dat zijn mensen die een heel bewuste keuze maken. Ja. Om... Dus ja, zeg maar, zeg maar. ik denk dat als Vlaams Belanger en als Vlaming zelf, dat je daar heel trots op kunt zijn, op hoe allez, de Vlaamse beweging ook op dit moment staat. Hoe niet dat die een bloeien is. Mm -hmm. En allez, ja. ik heb dat van jongs af aan dat niet meegekregen, maar je komt daarin en je denkt, oh, zo gezellig, allemaal Vlamingen. <laughs> hoe ben jij in de Vlaamse verweging Ben je een stamboomnationalist, zoals men dat zegt? Of, uh, Absoluut in... niet. Okay. Uh, mijn ouders zijn niet bezig met politiek. Uh, maar hoe ben ik er nu juist in geraakt? Ja, echt op eigen houtje in de zin van. Oh ja. Self-made. Self-made. <laughs> dat wel, ja inderdaad. Uh, maar gaan kijken van. Okay, wat is dat nu allemaal die politiek? En dan bij VBJ geraakt. En bij VBJ, naar NSV. Meerdere activiteiten en zo kom je dan uiteindelijk op de ijzerwaken en, 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 uit. Nou, er is en... natuurlijk geen KVAV in Limburg, ja, dat is jammer. Ze studeert in Leuven. Hè? Ja, natuurlijk. Ook nog. Ja, Ook nog. Misschien... Dan had je de keuze, maar misschien heb je daar daarom denk ik wel, wel een keuze gemaakt. Ik, heb, uh, ik kende NSV voordat dat ik KVAV kende. Ik denk dat ik in mijn oh, schachtenjaar right. pas wist... Ah, ja, dat ik denk dat je in, in Brits schelen eigenlijk niet zoveel. Nee, inderdaad. Dat is natuurlijk van KVV. Nee? Oké, okay, voilà. Ik denk Goed. dat we nagenoeg alles hebben besproken. <laughs> Zeker. Jonas is gewoon zijn eigen publieksvraag aan het vuur onder tussen. Maar dan willen wij heel graag bedanken voor, uh, voor je aanwezigheid en voor je tijd. Uh, merci. Natuurlijk, beste kijker, beste luisteraar. Bedankt voor jouw tijd en jouw aandacht ook natuurlijk. Graag tot de volgende keer. Bedankt om helemaal tot het einde te luisteren. We hopen dat je het boeiend vond. Opvallend: dataonderzoek wijst uit dat de meeste mensen die onze podcast bekijken of beluisteren niet geabonneerd zijn op onze kanalen. Dat is nogthans de beste manier om op de hoogte te blijven van nieuwe uitzendingen en ons te volgen. De beste manier om ons te helpen is dan weer deze uitzending liken. Intussen blijven wij, zonder filter of taboes, tot de volgende.